Ja, het zijn inderdaad bijzondere tijden waaronder deze presentatie plaatsvindt. COVID-19 maatregelen. Onder normale omstandigheden waren we met dit verhaal de wijk ingetrokken, maar dat lukt niet. Dus daarom even op deze manier. Wat wij als gemeente belangrijk vinden is om alle omwonenden van de initiatieven op Zuidbeek zo vroeg mogelijk mee te nemen in initiatieven die spelen. Om ook hun ideeën, wensen, bedenkingen mee te kunnen nemen in de planvorming. Dat vinden de initiatiefnemers ook. Dus die zullen ook in de loop van deze presentatie hun beelden meegeven met betrekking tot de plannen die spelen. Het zijn er twee. De eerste is complexgewijze huisvesting voor buitenlandse werknemers, waar we ruimte voor gaan innemen om dat aan u te presenteren. Het tweede initiatief betreft Serenlo, voormalig Arduin, die ook plannen heeft om een deel van een huisvesting voor hun doelgroep in dit gebied te laten landen. Nou, daar gaan we u in de loop van deze presentatie het nodige over laten zien. Ja, we willen graag starten eerst met een blok rondom de complexgewijze huisvesting van die buitenlandse werknemers. Dat blok bestaat uit twee filmpjes. Collega wethouder Sam Stroosnijder en ik zullen eerst vanuit het perspectief van de gemeente aangeven waarom we het belangrijk vinden de buitenlandse werknemers in deze stad op een betere manier te huisvesten. En vervolgens zal de initiatiefnemer Flexwonen een presentatie geven wat dat zou kunnen betekenen voor de invulling van het deel van het gebied Zuidbeek. John, vertel eens, wie zijn hier internationale werknemers? Dat zijn mensen die we nodig hebben, zeg maar, voor onze lokale en regionale economie. We staan hier op een plaats aan de binnenhaven waar je al iets kunt zien. De jachtenbouw van Amos. Je ziet daar heel veel huizen in aanbouw op het Scheldekwartier. En we hebben heel veel mensen, buitenlandse mensen in de stad, die meewerken aan dit project. Er zijn nog wat specialisten bij Amos, bijvoorbeeld uit Griekenland, uit Portugal, voor het afwerken van deze schepen. In de bouw lopen flink altijd Poolse medewerkers bijvoorbeeld rond. En we hebben die mensen keihard nodig, zeg maar, om dit soort projecten te kunnen realiseren. Sam, hoe kijk je als wethouder verantwoordelijk voor wonen tegen de huisvesting van die mensen aan? Ja, op dit moment zitten de internationale werknemers in gewone woningen, maar ze zitten vaak met te veel in een te kleine woning. En ze betalen daar ook nog een te hoge prijs voor. En dat leidt ertoe dat er ook vormen van overlast zijn. En voor die mensen zelf is het ook niet goed. Dat is op dit moment niet goed geregeld. Hoe gaan we dat oplossen? Ja, door het realiseren van een aantal grotere complexen kunnen we voor die mensen kwalitatief betere huisvesting regelen voor een lagere prijs. En doordat we dat zo goed kunnen regelen, zorgen we er ook voor dat het aangenaam verblijf is voor die mensen, maar ook overlast voor bijvoorbeeld omwonenden beperkt blijft. Wat is er tot nu toe gedaan? Ja, we zijn begonnen door het maken van beleid. En met dat beleid hebben we vastgesteld hoe we die mensen willen gaan huisvesten en ook waar dat ongeveer zou kunnen gebeuren. Daarna hebben wij als gemeente een aantal beleidsregels vastgesteld die gaan over de kwaliteit van die huisvesting. Waarbij we bijvoorbeeld hebben afgesproken hoe het geregeld is met toezicht en hoe het geregeld is met het aantal vierkante meters bijvoorbeeld voor een kamer. En nu als laatste hebben we aan een heleboel ondernemers gevraagd van ja, kom met plannen om ongeveer 1000 bedden te creëren voor de huisvesting van deze groep. Zodat we ook heel snel ervoor kunnen zorgen dat er grote groepen mensen uit die bestaande woningen gehaald kunnen worden en echt kwalitatief betere huisvesting kunnen krijgen. Ja. Is dit een typisch Vlissingse aanpak, Sam, waar we nu voor staan? Nee, dit is zeker geen typisch Vlissingse aanpak. Laatst is er een rapport uitgekomen onder leiding van Emiel Roemer. Die heeft een aantal problemen geconstateerd. En een van die problemen is inderdaad de kwaliteit van de huisvesting van deze groep. Die ondermaats is en waardoor die mensen ook uitgebuit kunnen worden. En op deze manier, door deze stap te zetten, denken wij als Vlissingen echt een kwalitatief betere huisvesting te kunnen realiseren. Zodat deze mensen ook gebonden blijven aan Vlissingen. Hoe hebben we nou een keuze gemaakt tussen al die plannen? Ja, er zijn dus heel wat plannen ingediend. Maar we hebben uiteindelijk de keuze gemaakt op basis van kwaliteit en op basis van hoe de ondernemers denken de omwonenden mee te nemen in de realisering van die complexen. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat ondernemers de inwoners betrekken bij hun plannen, zodat er niks vast ligt en ook nog geschaafd kan worden, zodat het plan alleen maar beter wordt naar de toekomst. John, nu ben jij natuurlijk wethouder economische zaken, maar je bent ook wethouder ruimtelijke ordening. Ja. Hoe zorgen we er nou voor dat die plannen ook snel gebouwd gaan worden? Heel
belangrijk vinden bij ruimtelijke ordening is, hè, met een heel formeel traject te maken, met bestemmingsplannen, exploitatievergunningen en dergelijke. Maar we hebben gelukkig een goede gewoonte in de stad om, voordat het zover is, eerst te zorgen dat alle belanghebbenden, alle omwonenden, over de plannen geïnformeerd worden en ook nog inbrengen kunnen. Dat betekent dat de partijen die nu de plannen hebben ontwikkeld, ook bijeenkomsten gaan beleggen, onder COVID-maatregelen, om met alle omwonenden in gesprek te gaan. Uiteindelijk moet dat dan leiden tot een aanvraag omgevingsvergunning door de partijen die gaan bouwen richting de gemeente. Dan moet de gemeenteraad een besluit overnemen. En als dat besluit is genomen, dan staan ook daarna ook nog een keer de normale wegen open voor bezwaar en beroep van omwonenden. Maar we proberen juist aan de voorkant te zorgen dat alle wensen, bedenkingen, zienswijzes al in die plannen worden meegenomen. En dat is het traject waar we de komende tijd voor staan met elkaar. Ja, dit was inderdaad het eerder opgenomen filmpje van collega wethouder Sam Stroosnijder en mijzelf over de motivatie vanuit de gemeente. Het volgende filmpje is opgenomen door Bert Verheij van Flexwonen, die uitleg geeft over hun plan. De gemeente Vlissingen heeft aan marktpartijen gevraagd om visies en plannen in te dienen voor de huisvesting van internationale werknemers in de geclusterde accommodaties. Homeflex en grondeigenaar Buitenplaats Zuidbeek hebben vanwege dit verzoek een eerste idee ingediend voor een realisatie van huisvesting op de locatie Bossenburgweg. Op deze locatie hebben we het voornemen een woonlocatie te realiseren, in te richten voor circa 430 internationale werknemers die werkzaam zijn in en rond Vlissingen. Er is nog geen vast omlijnd plan voor deze locatie. Dat moet nog worden uitgewerkt. We werken dat graag samen uit met de gemeente en de omwonenden. Daardoor kunnen we goed rekening houden met de wensen van de bewoners als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid, uitstraling en inpassing in het gebied. Uitdrukkelijk is door de gemeente gevraagd om een hoogwaardig plan dat goed landschappelijk is ingepast in de omgeving. Huisvesting van hoge kwaliteit houdt bijvoorbeeld ook in voldoende parkeergelegenheid en voldoende groenvoorzieningen. In het realiseren van dergelijke huisvestinglocaties hebben wij als Homeflex meerdere ervaringen en hebben dit al meerdere keren gerealiseerd. Eerst even over Homeflex, over de achtergrond van ons bedrijf, hoe we aankijken tegen het beheer. Straks kom ik even terug op de planlocatie en de stappen die we gaan zetten om tot een goed plan te komen. Homeflex is al meer dan 10 jaar actief in de huisvesting van buitenlands personeel. Wij verzorgen compleet ingerichte woningen met goede voorzieningen, inclusief controle, beheer en storingsdienst. Door de huisvesting goed te regelen voor de werknemers, geven wij hun een goede thuisbasis. Die werknemers die we keihard nodig hebben om het werk te doen in en rond Vlissingen. De bedoeling is dat we in Vlissingen een volgende stap gaan zetten. Met nog meer oog voor kwaliteit van de woningen en voor de buitenruimte. We gaan hier geen groot hotelcomplex realiseren, maar de bedoeling is dat we hier kleine appartementen maken, geschikt voor 3 of 4 personen. Met een gezamenlijke woonkamer, sanitair, keuken en wasruimte. Eigenlijk normale, comfortabele woningen dus. Bedoeld voor 3 of 4 personen met ieder hun eigen slaapkamer. Dat zorgt al snel voor een thuisgevoel voor de bewoners. We hebben inmiddels veel ervaring als het gaat om de huisvesting van internationale werknemers en de realisatie van specifiek hierop ingerichte locaties. Veel van onze ervaringen hebben we gebundeld in ons eigen Homeflex huisvestingconcept. Op dit moment bouwen we in Sluiskil voor ongeveer 80 werknemers. In Naaldwijk hebben we vorig jaar een locatie geopend voor circa 300 werknemers. En in 2017 openden we ons eerste complex in Katwijk. Dat wordt op dit moment verhuurd aan een uitzendbureau. In de volgende beelden kunt u een indruk van dit complex krijgen en hoe dat functioneert. Ik denk dat onze arbeidsmigranten het liefst in dit soort huisvesting zitten dan in een rijtjeshuis. Omdat het gewoon geregeld is. Het is netjes, het is schoon, het is overzichtelijk. Je maakt niet zoveel problemen met buren, omdat je gewoon apart zit. Ja, totaal oplossen. Wij bieden deze huisvesting aan de werkgever en dat is op deze locatie Charlie. Dat is de uitzender en de werkgever voor deze mensen.
Dus Charlie betaalt ons. Wij leveren de huisvesting tegen all-in tarieven. Dus inclusief gas, water, licht, internet. Maar vooral beheer. Beheer is een van de zwaarste factoren op het gebied van huisvesting. Beheer wil dus zeggen, niet alleen het schoonhouden, maar ook het contact naar de mensen toe en zorgen dat op alles gefaciliteerd wordt. Arbeidsmigranten gaan steeds meer kijken van, ten eerste, wat is mijn baan? Wat voor baan ga ik krijgen? Wat voor salaris zit eraan? Maar ook, wat voor woning ga ik krijgen? Nou, als je dan vraagt over de next step van Charlie, dan zeggen wij, het moet ergens alle drie goed zijn. Eigenlijk alle vier goed, de begeleiding moet ook goed zijn. Waardoor de schakel compleet is en waardoor mensen graag voor je willen blijven werken. Een locatie voor huisvesting van arbeidsmigranten, waar moet die aan voldoen? Eigenlijk begint het aan voldoende oppervlakte. Het liefst aan de rand van een woonkern, CQ, een industrieterrein. Waarom? Alles moet op het terrein plaatsvinden. Het parkeren, het recreëren, de afvalafvoer, zeg maar, moeten we zelf organiseren. Alles moet op dezelfde locatie gebeuren. Vandaar dat we de nodige vierkante meters ook nodig hebben. Hier heb je als het ware 16 woningen bij elkaar. 16 woningen met mensen van dezelfde doelgroep. De woning heeft 4 slaapkamers. Deze woning is geschikt voor 4 personen. My friend Decomand to come here because it's better. So better money, better life, better. My favorite thing about this building, it's the quiet. So you go outside in the morning, especially when I come to work, I hear the birds. No cars, no street rumors. And then you come home, you got your room, you make a coffee, cooking, washing, the time is going. Het sentiment rond de doelgroep arbeidsmigranten begint langzaam te veranderen. Ik zeg echt langzaam, want het is eigenlijk elke keer in de gemeente als we met zo'n traject starten, dan merk je dat je toch deze hobbel opnieuw moet nemen. Dan blijft de drempel hoog, al merk je wel dat het sentiment verandert en de acceptatie groeit rond deze doelgroep. En daarom is het ook zo belangrijk om deze doelgroep serieus te nemen in het bieden van een correcte vorm van huisvesting. Elk project waar we starten in een gemeente, beginnen we ook met een klankbordgroep. En vooral is dat gericht op de communicatie met de omgeving. Het komt vaak heel bedreigend over als je over een project van huisvesting arbeidsmigranten wil realiseren in een wijk, in een gebied. En dan is de beste manier om deze mensen erbij te betrekken. En de mensen erbij te betrekken doen we door middel van een klankbordgroep. Ik heb nogal wensen. Ik zou dan willen dat er meer van dit soort complexen in Nederland gebouwd worden. Het is voor ons een heel stuk makkelijker om vanuit hier te werken dan allemaal huizen die in een rijtje staan in de buurt. Op onze locatie in Naaldwijk is 24/7 een beheerder aanwezig. Dat is belangrijk om aanspreekbaar te zijn voor de bewoners, maar ook om eventuele problemen tijdig te signaleren. In het beheer zijn we strikt. Zo worden bijvoorbeeld alle woningen 1 keer per week geïnspecteerd. In de woningen zijn huisregels aanwezig en er is continu cameratoezicht op het terrein. Hiermee houden we een goed beeld van wat er gebeurt op de locatie en kunnen we reageren als dat nodig is. Ook in Vlissingen willen we graag ons hoogwaardig concept realiseren, maar graag afgestemd op locatie en omgeving. We gaan dat ook niet alleen doen, maar het liefst samen met de gemeente en de omwonenden. We zijn gewend om vanaf het begin van het project in contact te zijn met de omwonenden. Er wordt een klankbordgroep ingericht waar we plannen bespreken en afspraken maken. Bij andere projecten hebben we hier goede ervaringen mee. In februari nodigen wij u uit om samen met u de uitgangspunten over de inrichting van deze locatie te bespreken en mee te denken over de vormgeving. We bekijken nog op welke wijze dat we dat zo persoonlijk mogelijk kunnen doen. Uitnodigingen worden in de omgeving verspreid, maar ook middels de huis-aan-huis-bladen. Natuurlijk kunt u zich ook nu al aanmelden om door ons op de hoogte gehouden te worden over dit project. U kunt contact met ons opnemen via de website flexwonenvlissingen.nl. Nou, gelijktijdig met het proces om te komen tot die complexgewijze huisvesting voor die buitenlandse werknemers, heeft CRLO ons benaderd met een heel ander initiatief. CRLO heeft voor zijn cliënten op dit moment een flink aantal kleinschalige locaties in de stad. En om de continuïteit van hun zorg
te waarborgen, willen zij stappen gaan zetten om dat te gaan concentreren op een beperkt aantal punten. Het oog van Cerelo is ook gevallen op de omgeving Zuidbeek. En Peter Mooibroek van Cerelo heeft ook een presentatie opgenomen die ik nu wil laten zien hoe hun planvorming, hoe hun plannen eruit zien. Ik ben Peter Mooibroek, directeur bedrijfsvoering bij Cerelo Regio Zeeland. Dat doe ik samen met mijn collega Roland Stavrinus en geven wij leiding aan wat denk ik in veel gezinnen bekend is als Arduin, de stichting Arduin. En wij geven leiding aan deze organisatie. Organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking. En dat betekent dat wij zorg bieden aan ongeveer 400 à 500 cliënten in deze regio. Soms met dagbesteding, over het algemeen 24 uur zorg. En daarvoor hebben wij grootse plannen in Zeeland om daar nieuwbouw te realiseren. We kiezen voor nieuwbouwen in Zeeland, omdat we tot de conclusie zijn gekomen dat veel van de huisvesting die momenteel in Zeeland hebben, eigenlijk niet geschikt is vanuit een aantal aspecten. Dat is één, we willen kwaliteit van zorg bieden in goede gebouwen, goede locaties, veilige omgevingen. We willen ook voor medewerkers gewoon mooie locaties om te werken, in plaats van gangetjes en schuurtjes en dat soort zaken. En bovenal willen wij het ook financieel gezond hebben. Daarom kiezen we voor iets grotere locaties, in plaats van elk dorp, elke stad, een aantal woningen ver van elkaar vandaan. Dus er zitten ook bedrijfsmatige aspecten spelen hierbij mee. Wij kiezen voor omgevingen waarin we eigenlijk zeggen, joh, wij willen aan de rand van een gemeente zitten. En dat is voor ons wel essentieel. En waarom kiezen wij daarvoor? Wij willen gebruik maken van voorzieningen in een gemeente. Denk aan sporthal, denk aan de huisarts, denk aan de supermarkt. Dat is de ene kant. En aan de andere kant willen we graag een soort groen achterland hebben waar we met onze cliënten naartoe kunnen. Wandelen, fietsen, erop uit. De vraag die jullie als buurt ongetwijfeld hebben, waarom komen we uit bij deze locatie aan de Zuidbeekseweg? Uiteraard hebben wij veel meer locaties bekeken, maar voor ons gelden een aantal criteria. Criteria die ik net noemde rondom de omgeving. Maar het gaat ook over, is het terrein groot of klein genoeg? En waarom groot genoeg? Wij willen ongeveer 100 cliënten hier kunnen huisvesten, dat is de ene kant. Aan de andere kant, het moet ook niet te groot zijn. Wij gaan ook niet betalen voor vierkante meters die wij niet gaan benutten. Kortom, het is continu zoeken naar de juiste locatie. En die vonden wij hier. En wij denken dat dit een hele mooie locatie is om nieuwbouw te realiseren. En we willen heel graag jullie overburen worden. Wij zijn voornemens om ongeveer 96 plaatsen te realiseren aan de Zuidbeekseweg. Tenminste, dat idee hebben we. Dat plan dienen we overigens nog volledig uit te werken. Wij bouwen niet voor de heel ernstig meervoudig beperkte cliënten met veel gedragsproblematiek. Daar bouwen wij een andere locatie voor. Dit zijn cliënten lichtmatig verstandelijk gehandicapt. Voor deze cliënten bouwen we ongeveer 80 plekken op deze locatie. Tenminste, dat zijn we voornemens. En we willen nog 16 plekken gaan bouwen voor cliënten met een lichtverstandelijke beperking en veelal jeugdig. Deze laatste categorie cliënten, daar proberen we te begeleiden naar veel meer zelfstandig wonen. En dat zal dan ook een wat kortdurende opvang zijn in plaats van de 80 cliënten die, ik zou het zeggen, bij ons komen wonen en ook langdurig komen wonen. Als het nou gaat over die 16 cliënten en dan wat gaat over lichtverstandelijke beperking, dan is het ook leuk om eens even kennis te maken met zo'n cliënt. En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd die daar eens wat meer over gaat vertellen, oftewel een echte ervaringsdeskundige. Ik heet Esmeralda Simoski, ik ben 27 jaar. Mijn hobby's zijn iemand petingen, haken vind ik leuk, borduren vind ik leuk, paardrijden vind ik ook leuk. Ik ben best wel zelfstandig, maar bij het plannen en de tijd heb ik wel ondersteun nodig. En als ik met mensen omga, dus afspraak maak, bijvoorbeeld ik ga naar een vriendin, dan heb ik daar bijvoorbeeld hulp bij nodig. En als ik naar het ziekenhuis moet of naar de dokter, dan gaat begeleiding ook mee om me te ondersteunen. Omdat dokters soms hele moeilijke termen gebruiken, dat ik denk van dit snap ik niet. Maar verder op zich best wel zelfstandig. Dat het heel mooi wordt en dicht bij mijn werk is, bij mijn Manege Pardoes. En dat ik zeg maar eigen keuken heb, eigen sanitair. En dat ik zeg maar winkels in de buurt heb. Ik ben Henry Willemsen en ik werk bij Cerelo als accountmanager vastgoed in de regio Zeeland.
Zoals u misschien al begrepen hebt, zijn we op dit moment bezig om de haalbaarheid van een woonkern voor cliënten op deze locatie te onderzoeken. En dat onderzoek bestaat grofweg uit 3 hoofdvragen. Is het financieel haalbaar om op deze plek een locatie te ontwikkelen? En kunnen we onze plannen daarbij ook realiseren, wat we voor ogen hebben? En ten derde, is de gemeente bereid om ook mee te werken aan de ontwikkeling van deze locatie? En als al die 3 vragen positief beantwoord zijn, kunnen we een investeringsaanvraag voorbereiden binnen Cirelo en kan daar een besluit op worden genomen. En dan kunnen we het traject verder in gaan zetten. Hoe het er precies uit komt te zien op deze locatie in Vlissingen, dat weten we nog niet. Maar op woonkernen van Cirelo worden de cliënten in het algemeen gehuisvest in groepswoningen volgens het huisvestingconcept van Cirelo. Daarnaast willen we ook een aantal cliënten huisvesten in kleine zorgappartementen op deze locatie en zullen we een gebouw maken voor dagbesteding en behandeling. In een groepswoning volgens het huisvestingconcept wonen in het algemeen 8 cliënten samen onder 1 dak. Ze hebben allemaal een eigen studio en leven en wonen daarnaast gemeenschappelijk in een grote woonkamer. In een zorgappartement wonen cliënten min of meer zelfstandig en ondersteund vanuit een zorgsteunpunt. De groepswoningen zijn laagbouw in 1 laag en de zorgappartementen worden gebouwd in maximaal 2 lagen. En de gehele locatie wordt landschappelijk ingepast in een mooie omgeving. Het onderzoek naar de haalbaarheid willen we afronden in het eerste kwartaal van dit jaar. En voordat we hierover dan een besluit nemen, willen we naar u terugkomen om uw ideeën en gedachten op te halen. En als er een positief besluit over de haalbaarheid wordt genomen, zullen we daarna starten met de aanvraag van de wijziging van het bestemmingsplan. En als dat helemaal doorlopen is, verwachten we in 2022 te kunnen starten met de bouw van deze locatie. Hoe betrekken en informeren wij jullie als buurt bij de plannen die wij hebben? Misschien goed om eerst even te vermelden dat wij nog helemaal aan de beginfase zitten. Wij zijn nu bezig met rekenen, narekenen, is dit voor ons een haalbare kaart? Alleen wij zijn al heel blij dat de gemeente Vlissingen tegen ons heeft gezegd, joh, wij staan in principe positief tegenover jullie verzoek om hier te gaan bouwen. Kortom, wij gaan nu eerst rekenen, herrekenen en komen dan met plannen. En plannen betekent ook gewoon schetsen. En bij die schetsen willen we jullie ook meenemen. Dat hebben we ook gedaan in de wijk Rittenburg in Middelburg. Daar gaan we ook binnenkort bouwen. En hebben continu de buurtbewoners meegenomen bij de plannen, bij de schetsen. En hebben ook geluisterd naar de buurt. Concreet voorbeeld, de parkeerplekken zoals wij die bedacht hadden, pasten niet in het beeld wat de buurt had. Dat hebben we aangepast. Zo willen we ook heel graag naar jullie luisteren en betrekken. En waarom? Wij willen graag mooie plekken bouwen voor onze cliënten. Met een bepaalde mate van snelheid ook. Want is het toch mooier als je binnenkort in een nieuwbouwwoning kunt wonen in Vlissingen. Dus heel graag jullie meedenken op dit traject. Kortom, wij zouden het fantastisch vinden als we binnen nu 2 en 3 jaar dit gerealiseerd hebben voor onze cliënten. Tegelijkertijd ook jullie goed betrokken hebben bij de totstandkoming van deze, wat mij betreft, hele kleine wijk die ook open is. Want we gaan geen instellingsterrein bouwen met een hek eromheen. Wij bouwen iets wat toegankelijk is, waar je overheen kunt lopen, waar onze cliënten naar de omgeving kunnen lopen, maar waar jullie als buurt bij ons terecht kunnen. Kortom, dat is wat we hopen. En ik hoop dat Esmeralda daar nog wat laatste woorden aan kan toevoegen. Want dat is de cliënt die onder andere bij jullie aan de overkant, als het aan ons ligt, zal komen wonen. En weet, zij heeft er zin in. Dat we kennis maken en dat we bij elkaar een bakje koffie doen. En elkaar leren kennen. En als iemand dan bijvoorbeeld hulp nodig heeft, dat wij kunnen helpen. Ik kan me voorstellen dat jullie vragen hebben die over die doelgroep, over hoe ziet zo'n huisvesting er nou precies uit? Kun je mij eens wat toesturen? Mocht je dat soort vragen hebben, schroom niet ons te mailen. Namelijk naar vastgoed.zeeland@cirelo.nl. En als het goed is, komt het ook nog keurig een keer onderin te staan. Maar schroom niet om ons te mailen en je vraag te stellen. Ik heb aan het begin al verteld dat Flexwonen en Cirelo hun plannen nu verder gaan uitwerken. Dat vinden we ook belangrijk als college om u als bewoners daar in deze fase al in mee te nemen. Nou, Cirelo en Flexwonen gaan ook de komende tijd met u in gesprek om te kijken naar de verdere uitwerking en ook naar de samenhang natuurlijk tussen die plannen. En vervolgens gaan ze die plannen dan indienen bij de gemeente.
Nou, wat we in elk geval al zeker weten is dat beide plannen niet in het huidige bestemmingsplan passen. Er is ook een verschil natuurlijk dat Seraanlo uitgaat van permanente bewoning, permanente bestemming ook. En dat het complexgewijs huisvesten voor een periode van 15 jaar geldt. Ik hou er rekening mee dat in de loop van de komende tijd beide stappen of beide projecten dus ook verschillende tijdlijnen gaan ondergaan. Dus dat we ook op verschillende manieren naar u als een wonende terug moeten gaan komen. Ik heb al een aantal keer gemeld dat we aan de vooravond staan inderdaad van dit proces, dus helemaal aan de voorkant. Waarbij de initiatiefnemers graag met u in gesprek willen over de verdere uitwerking van hun plannen. Daar zouden we natuurlijk als gemeentebestuur heel blij mee zijn als u die handschoenen wilt mee oppakken. Om te komen tot een zo mooi mogelijk plan voor de invulling van het hele verhaal Zuidbeek. Nou, rest mij u te bedanken voor uw aandacht. En mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons in elk geval via die website bereiken. Dank u wel.